Het is een leuk ziekenhuis, het is relatief klein, dus veel mensen kennen elkaar. Er is hier een heel fijn leerklimaat, dus ik heb het hier als leerling in het diakonessenhuis heel erg naar mijn zin. Ik werk met heel veel plezier in het diakonessenhuis vanwege de mooie en nieuwe OK's, met mooie en goede apparatuur, het gezellige team en de goede werksfeer. Wat ik fijn vind aan de briefing is dat er verschillende bijzonderheden doorgesproken worden. Dus als je bijvoorbeeld voor het eerst aan tafel gaat bij de chirurg, dat je dat ook aan kan geven. En ook alle andere bijzonderheden komen in de briefing naar voren. Aan het einde van de dag doen we met het gehele team een debriefing. En daarbij bespreken we hoe de dag verlopen is. En dat biedt voor iedereen een podium, ook om zijn of haar hart te luchten. Van hoogcomplexe zorg tot laagcomplexe zorg. Van drukte op elkaar tot gezelligheid op elkaar. In het diak is het altijd gezellig. We hopen dat jij binnenkort ons team komt versterken.